ik ben hier aan het meten. Ja. En mensen... Doe dat lekker bij de bijenkorf. Je gaat er niet op, mensen schrikken zich dood van je. Nou, ik ben toch niet zo eng, meneer. Nee, hou op alsjeblieft, maar het is even een onzin allemaal. Dan bent u chagrijnig vandaag. Nee, maar jongen, je maakt het alleen maar erger. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Je zult wel denken... Waar is de rest? Joost is op vakantie, Martijn is ziek en nu heeft Niels ook nog eens corona. Hebben we wel wat voor geregeld, namelijk een luiverbinding. Hey Niels. Hey Bram. Ja, ik heb even Corrie opgelopen. Het is wel mooi dat we het nu op deze manier even kunnen oplossen. Ik ben deze week nieuwsgierig. Luisteren mensen naar je wanneer je een geel hesje aan hebt? Nu heeft Niels ook nog allerlei leuke opdrachten voor mij bedacht. Tenminste, ik vraag me af of ik ze zelf leuk ga vinden. En dat krijg ik allemaal te horen via een oortje. Niels, ik sta klaar zoals je ziet. Wat wordt mijn eerste opdracht? Opdracht 1. De denkbeeldige lezer. Jij staat, zoals ik zie, op de markt. En ik denk dat het misschien wel leuk is dat jij het een en ander aan het meten bent. Dat dat gewoon een lezer is. Wat je aan het meten bent, dat mag je geheel zelf invullen. Ja. Maar ja, mensen mogen niet dwars door de lezer lopen. Dus liever dat ze even onder de lezer doorgaan. Misschien springen over de lezer, maar niet dwars door de lezer. Want dan gaat alles helemaal fout. Wat er fout gaat en hoe erg dat is, ja, maak het zelf zo heftig mogelijk, zou ik zeggen. Veel succes, Bram. Ja, thanks Niels. Kom goed. Oké. Ik ga beginnen. Oh, Hilve. We zijn hier aan het meten. Zou je Hilve kunnen bukken? Bukken? Ja, want anders onderbreek je de lezer. Oh. Dat is gewoon een klein stukje. Oh, sorry, pas op. Zult u heel veel willen bukken? We zijn hier aan het meten op de hoogte. En anders, ja, top, dankjewel. Een klein stukje, ja, we hebben een laser hier gespannen. Ja. Ja, klein stukje, ja, top, dankjewel. Kan je laag blijven? Dankjewel. Er lopen ook veel te veel mensen hier, maar ze luisteren wel. Dan houdt hier een laser, we zijn aan het meten. Even omlaag. Nee, dat is helemaal niet waar. Jawel. Nee, helemaal, ik maak geen grapjes. Ik ben hier aan het meten. Ja. En mensen. Doe dat lekker bij de bijenkorf. Je gaat er niet op. Mensen schrikken zich dood van je. Nou, ik ben toch niet zo eng, meneer. Nee, hou op alsjeblieft. Maar het is even een onzin allemaal. Dan bent u chagrijnig vandaag. Nee, maar jongen, jij maakt het alleen maar erger. Wat maak ik erger? Nou, dat met die anderhalve meter. Jongens, kijk, er loopt amper een mond. Ja, maar ik heb... Zo doen en dat doen, man. Nee, maar het gaat niet om de anderhalve meter, meneer. Dat doen, man. Maar ik ben hier aan het meten. Ja. En mensen mogen niet door mijn lezer heen lopen. Snap je? Nee, dat snap ik echt. Nee? Nee, snap ik echt. Oh. Nee, ik zou zeggen, neem een aspirientje. Ja. Zeg, volgens mij liep jij net door mijn lezer heen. Dus alle metingen zijn weer verpest. Maar u liep net wel door mijn lezer heen. Ja. Dus nu zijn al mijn metingen verpest. Dit keer moeten ze niet bukken, maar moeten ze een klein sprongetje wagen. Ik zou echt recht voor mensen staan, want dan worden ze wat, moeten ze echt even wachten, zeg maar. En kun je een heel technisch verhaal houden over jouw meting? Een technisch verhaal over de meting? Ik verzin wel wat leuks, oké. Okay. We zijn het asfaltgehalte aan het meten en daarvoor heb ik een laser hier lopen. Zou u daar even overheen willen stappen, dat u er niet doorheen gaat? Ja, nee, pas op mevrouw, alsjeblieft. We zijn hier het asfalt aan het meten. Eventjes één stap over de laser heen. Nee, ik meen het. Mensen geloven me gewoon niet. Jullie ook even over de laser heen stappen. We zijn aan het meten hier. Ja, de pH-waarde zijn we aan het meten. Ja. Hij loopt hier? Ja. Ja, perfect. Dankjewel. Oké, Niels, wat wil je nog meer? Oké, ik denk dat de denkbeeldige lezer wel even goed is, Bram. Je hebt het heel goed gedaan. Dankjewel. Maar dit was natuurlijk gewoon even een beginnetje. Ja, precies. Even een warming-up. Warming-up. Hey, de volgende opdracht die vindt ook plaats op de markt. Nou, we weten dat nog steeds natuurlijk... corona in ons land is, helaas. En dat betekent dat we toch geregeld met een wattenstaafje in ons neus zit. Wat nou als jij met dat specifieke wattenstaafje een voedsel- en warenonderzoek gaat uitvoeren op de markt om even te testen of er corona is in het voedsel? Want daar zijn wat aanwijzingen voor geweest. Dat er corona in het voedsel zit en dan moet ik met de corona gaan meten. Ja, en je mag helemaal losgaan in
Ja, het moet gewoon zo groot mogelijk bullshit verhaal worden natuurlijk. En mensen moeten het wel geloven. Dus het zit wel een beetje in jouw magie in de woorden, weet je wel. Ja. Hoe geloofwaardig kun je overkomen? Ja, nee, dat, ik ben zoals je weet super geloofwaardig. Hey, succes, bro. Oh, god. Ik had een vraagje. Ik ben werkzaam voor de GGD. Op het moment zijn we een onderzoek aan het doen. Want het blijkt dat er zeker op de markt op veel van het verse eten corona bevindt. Ik vroeg me af of ik dit bij jullie even zou mogen testen voor het onderzoek. U mag het ook zelf doen als u wilt. Ik zal hem eruit pakken. Zo. En dan gewoon, ja, gewoon een paar keer er langs halen. Kan je het eten toch niet meer verkopen? Het is gewoon, nee, dit is steriel. Nee, het is toch wel steriel. Top, dankjewel. Ja, dat zien we nu steeds vaker, dus daarom doen we gewoon even steekproef. Ja. Eerst was die vleermuis uit China, zei je. Ja, nu kan het zomaar de vis bij de viskraam zijn. Dat heeft een klein beetje geduld nodig. Zeg dat de corona op zit. Nee, het gaat iets sneller. Ik begin nu al een beetje te zien ook. Maak een grap dat de corona op zit. Ja, ik zie wel helaas sporen van corona. Hebben jullie zelf toevallig... We werken met de handschoenen. Maar ik denk dat die makreel die kan weg. Zeker op de markten zien we veel sporen van corona terug op het voedsel wat verkocht wordt. En daarvoor heb ik een kleine test. Duurt nog 1 minuut. En dan kunnen we kijken of... Ja, dank u wel. Maar ik doe niks in mijn neus hoor. Nee. Dat is een andere test. Stel nou dat eruit blijkt dat er wat... Dat is zwaar. Nee. Nou ja, lach wel, man. Ik zie wel hier sporen van corona nu. Ik denk... Die schappen moet toch uit de schappen. Ja, maar het is wel een hoog... Hij pakt hem meteen. Dus ik denk dat u dit even achter moet zetten misschien. Niet? Maar mensen kunnen daarvan weer corona krijgen. Ik ga niet mee moeten werken. Ik ga dat niet achterzetten. Nee. Mensen krijgen hier geen corona van. We gaan een stapje verder. Kijk eens om je heen. De markt is niet heel druk, hè? Nee, dat valt mee inderdaad. Dat valt inderdaad vies tegen. Maar toch sta jij daar met een tellertje in je hand dat het maximum aantal bezoekers op de markt nu echt bereikt is. Dus er moet even een rij gecreëerd worden bij de entree van de markt. Je krijgt daarbij ook tot je beschikking een mooi afzetlint. Een afzetlint? Oké. Okay. Dus als er een rij wordt gecreëerd, kan je meteen ook even de markt gaan afzetten. Oké, okay. Ja, dat is goed. Ga ik doen. Eén voor één mogen ze naar binnen, hè? Dus niet met z'n allen tegelijk. Goedendag. De markt is vol. Zouden jullie heel eventjes in de rij willen staan totdat de eerste volgende eruit zijn? Ja, het is veel drukte en daarmee houden we nu de boel even wat extra in de gaten. Nou, dit is echt heel rustig. Was er van de week en toen was het echt boel. Ja? Ja, dit is echt niks. Zou ook heel veel in de rij willen wachten, meneer, totdat de volgende eruit komt. Ik zijn er nu 2 uit, dus jullie mogen door. Dank u wel. Ja, het is nu weer een enorme drukte op de markt. Dus daarom hebben we nu het aantal maximum bezoekers. Heb je zaterdag wat gekeken? Sorry? Heb je zaterdag wat gekeken, zaterdag hier nou? Ja, maar het is nu toch... Kijk. Dit is niet druk. Nee, maar voor de woensdag. Maar er zijn weer mensen uit, dus u kunt... Oh, donderdag. Ja, ik heb zo hard gewerkt. Excuus. Ja, natuurlijk. Komt u verder. Je zit echt met plaatsvervangende schaamte achter mijn beeldscherm hier, hoor. Jezus. Zou heel veel in de rij willen staan, meneer? De markt is vol op het moment. Nee, echt, ja, serieus. Het maximum aantal bezoekers is op de markt. We moeten even wachten totdat mensen eruit komen. En dan, meneer? Mevrouw zou heel veel in de rij willen staan. Op dit moment is de markt die is vol. Dus telkens als er één iemand weer uitkomt, mag er weer één iemand in. Dank u wel. Zou ik eventjes in de rij willen staan? Als de eerste mensen eruit komen, dan mogen er weer mensen in. We zitten op dit moment aan het maximum aantal. Dank u wel.
Zou ook in de rij willen staan, meneer? Zit aan het maximaal aantal mensen op de markt op dit moment? Nee? Ja, die vrouw van de markt, die werd een beetje boos en ik snap het ook wel, want het zijn natuurlijk al moeilijke tijden en dan sta ik daar allemaal mensen tegen te houden. Maar goed, Niels, wat vond jij van het onderzoek? Ik vond jou heel irritant, Bram. Ik kan niet anders zeggen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb daar wel een beetje aan bijgedragen, dus mijn excuses dat ik hier veilig en wel vanuit mijn warme kamertje jou zo op deze manier neer heb gezet bij mensen. Want jij was niet de leukste thuis. Nee, zeker niet. Maar goed, we kunnen wel concluderen dat mensen wel gewoon alles van je aannemen als je zo'n geel lelijk hesje aantrekt. Maar je merkt ook wel meteen, mensen zijn niet echt gek op mensen die zo'n geel hesje dragen. Je krijgt ook wel een hoop weerstand, zeg maar. Ja, ik was niet echt geliefd vandaag. Nee, ik denk dat GGD sowieso niet goed op je cv op dit moment staat op een of andere manier. Nee, nou goed, ik hoop wel dat ik geliefd ben bij de kijkers en dat ze deze video massaal gaan liken en abonneren als ze dat nog niet hebben gedaan. Zien we jullie volgende week weer. Ja, dit was hem ook van mijn kant. Heel erg bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe nieuwsgierig. Hopelijk mag ik dan weer naar buiten en is mijn corona voorbij. Tot volgende week. Joop.